Tijd voor een Marokkaanse burger. Met gemoesh, cherry tomaatjes, koriander en niet te vergeten lekkere feta. Maar we gaan eerst de hamburgers grillen. Het zijn runde hamburgertjes, ze zijn wat vettig ook. Dus daarom leggen ze indirect naast het vuur op de barbecue. Het vet wat er afdruipt valt in het bakje water. En ik denk dat ik ongeveer een minuutje of 3-4 per kant. En dan zijn ze lekker knapperig. Kleine cherry tomaatjes. Koriander, maakt fijn. Zo. En ik snij een paar plakjes met lekkere feta af. Kijk, 3 minuutjes verder. En we kunnen ze flippen. Nou, nog 2-3 minuutjes doorgaren. En dan hebben we hem. Ik snij even een lekkere maanzaadbolletje. Door midden. En we beginnen met een lekker blaadje sla. Zo. De hamburger. Als het goed is zijn ze helemaal gaar. Hamburgertje erop. Klein beetje feta. Ik zou een klein 2 stukjes opleggen zo. Klein beetje koriander. Cherry tomaatje. Nou, we maken er wel een feestje van zeg. En we hebben de goumous. Dekseltje erop. Prikkertje erdoor. Dat houdt er mooi bij elkaar.